Jawel, ook vandaag beginnen we natuurlijk eventjes direct met de item shop in beeld. Super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe Fortnite update video. Druk natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog als je dit support. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En rechtsonder in de item shop kun je de code teveel gevraagd invullen als je dat wil. En wie dat ook heeft gedaan is Wellensome Pro Gaming. Ik heb de zak teveel gevraagd gebruikt. Ik hoop dat ik in de video kom. Ga zo door TVG. Hey, Wellensome Pro Gaming, heel erg bedankt voor het gebruiken van ons code. Een dikke SO naar jou. We gaan denk ik direct starten. Ik heb vandaag heel weinig nieuws. Echt extreem weinig. Maar het is niet anders. Een dag voor de update. Laten we hopen morgen op meer nieuwtjes. Ja, we beginnen vandaag natuurlijk eventjes met hoe ver we zijn in dit seizoen. En op dit moment zitten wij op bijna 40%. Wat betekent dat we nu nog 64 dagen in dit seizoen zitten. Ja, meer heb ik er eigenlijk niet over te vertellen. Behalve dat we inderdaad morgen een update hebben. Jawel, want morgen krijgen we inderdaad de V19.10 update. Als het goed is. En dit zijn de bugfixes daarvoor. Dus dan kun je al een beetje bekijken wat er gaat veranderen qua bugs. Ze hebben namelijk een open Trello die je eigenlijk altijd kunt inzien. En dan kun je zien waar ze mee bezig zijn. Wat er op de lijst staat. Wat ze gaan fixen voor Creative, Battle Royale, Save the World. Noem het maar op. Natuurlijk, bugfixes is niet het enige wat we gaan krijgen deze update. We krijgen nog veel en veel meer nieuwe skins. Heel veel map changes. Misschien, heel misschien, ga ik een nieuw dingetje noemen. Krijgen we weer een sneak peek naar Creative 2.0. Want als het goed is, moet dat deze chapter gaan komen. Is misschien nog een beetje vroeg, omdat we net in deze chapter zitten. Maar hey, ik wil hem vast eigenlijk een beetje aankaarten. Maar ja, er komt natuurlijk nog veel en veel meer aan. Ik heb gisteren het daar ook uitgebreid over gehad. Dus wil je daar meer info over, check eventjes de update video van gisteren. En we gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit gaat eventjes over het ijs smelten. Namelijk, we zitten op dit moment in stage 5. En dat moet ook wel, want inderdaad, morgen dan gaan we over naar stage 6. Wat betekent Tilted Towers, ja. Tilted Towers komt inderdaad morgen ook terug. Maar goed, stage 5 zitten we nu in. En ik moet zeggen, het ziet er echt al veel beter uit nu, de map. Het is bijna zo dat we eigenlijk een beetje 1/3, 1/3, 1/3 hebben. Nou, niet helemaal, want de woestijn is natuurlijk een stukje kleiner. Maar goed, het is beter verdeeld zo. Ik bedoel, alle sneeuw was leuk voor eventjes. Maar het is goed dat ze dat op deze manier doen met stages. Ik kan me namelijk nog wel herinneren, in chapter 1 was het in één dag weg. Sterker nog, we hadden in een keer één dag sneeuw en de rest was gewoon weer normaal. Dus dit is veel beter dat ze dat in stages weer terugbrengen. Echt super tof gedaan. We gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit is gewoon eventjes een vraagje aan jullie. Namelijk, welke heb je liever? Namelijk de grappler gun of dus het Spider-Man item? Laat het achter in de reacties. Eén van de twee mag kiezen. En ik moet zeggen, ik weet niet. Ik heb niet zoveel Fortnite gespeeld natuurlijk, dus ik kan niet echt bepalen. Maar wat ik heb gezien, de Spider-Man item is wel beter. Laten we eerlijk zijn. We gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit is gewoon eventjes iets grappigs. Namelijk, blijkbaar heeft de quad crasher allemaal soorten tricks die je kunt doen. En hier staat dus een complete lijst met alle tricks die je kunt doen. Ja, dus elke beweging die je maakt in de lucht is weer eigenlijk een ander soort trick. En ik weet niet hoe ze aan deze namen komen allemaal, maar dit staat in de files. En ik dacht, misschien wel eventjes leuk om aan jullie te laten zien. En we gaan door naar het... het allerlaatste dingetje. Ja, we zijn nu alweer aangekomen bij het allerlaatste dingetje. Een zeer korte update video. Maar dat maakt niet uit. Ik heb het eventjes een leuk concept voor jullie om te laten zien. Namelijk een 300 player map. Ja, dat moet nog een keertje komen als je naar mij vraagt. En dit is gewoon de map. Namelijk chapter 1, chapter 2 en chapter 3 aan elkaar geplakt. Plus ook nog eens eventjes Party Royale eraan geplakt. Plus ook nog eilen. Ja, oké. Dit is echt een chaos. Maar het lijkt me wel tof als ze dit gaan doen. Lijkt me gewoon wel leuk. Gewoon een 300 man lobby. Sterker nog, maak er maar 400 man. Want het is zo groot dat 400 man ook echt wel zeker weten kan. Met Party Royale erbij. Ja, 400 man. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Zak te veel graag kun je gebruiken. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe video. Peace out.